Volgend jaar mei is het precies 50 jaar geleden dat de Doelen geopend werd. Het is al een tijdje een gemeentelijk monument, maar kan dus binnenkort Rijksmonument worden. Nou, het allerbelangrijkste voor ons geldt dat de Doelen natuurlijk een fantastische, ook een icoon van de wederopbouw is. Daar hebben we er gelukkig een hele hoop van, maar dit is wel een hele belangrijke. De opening op 18 mei 1966 was ook echt op opbouwdag. En de Doelen is zo ontzettend verbonden geweest als het eerste gebouw in Rotterdam dat niet ging over de opbouw van de economie, maar de stad was er weer bovenop en toen kwam de Doelen. Dat gevoel, die symbolische waarde, dat zit ook in die toekenning. Maar natuurlijk is in de eerste plaats een fantastisch gebouw met een heel erg prachtige materiaalgebruik, heel erg stevig en degelijk en nog steeds zo ongelooflijk bruikbaar, maar ook mooi. In de loop van de tijd is het originele gebouw flink verbouwd en er is ook nieuwbouw bijgekomen. Maar het voldoet nog steeds aan alle eisen om Rijksmonument te worden. Alle kenmerkende elementen zijn daarbij behouden. Toen al met de gedachte, het is een gemeentelijk monument. En wie weet, toen op weg naar een Rijksmonument. En ook als er over 20 jaar bijvoorbeeld aanpassingen nodig zijn, is dat nog steeds mogelijk. Als je iets wil veranderen, moet je het zo doen dat het weer terugveranderd kan worden. En dat het natuurlijk past bij de oorspronkelijke gedachte van het gebouw. We hebben al een heel aantal mooie gemeentelijke monumenten. En het is voor een stad goed als je Rijksmonumenten erbij kunt toevoegen. En dat zien we nu al en dat zien we natuurlijk ook met de Van Nellefabriek. We hebben wel meer van dat soort echte mooie iconen. De Doelen zouden daar werkelijk heel erg goed bij passen.